Welkom op deze video Camtasia en Ubuntu. Er is een methode om Camtasia te gebruiken terwijl je bezig bent met Ubuntu. Ik zal even laten zien hoe dat moet. We gaan naar System Tools. Ik heb al Oracle VM VirtualBox geïnstalleerd. Op mijn videokanaal staat precies beschreven hoe je dat moet doen, dus daar ga ik verder even niet op in. Ik start VirtualBox op en ik start hem op met Windows 7. En VirtualBox is ideaal om te experimenteren met besturingssystemen. Mocht er een keer wat fout gaan, dan blijven de gegevens op de harde schijf met je normale operating system gewoon bestaan. Meer erover op mijn videokanaal. Hij is nu aan het opstarten. Ik heb Windows geïnstalleerd, Windows 7 Home Premium. Zo. Nou. Start nu op. Even inloggen. Goed, dan heb ik hier een snelkoppeling naar de website van TechSmith. TechSmith is de eigenaar van Camtasia. Hier staat het adres van de website www.techsmith.com. Dit is Camtasia Studio en ik kan een trial versie downloaden. Dat mag ik ongeveer 30 dagen gebruiken. En de bedoeling is dat je het daarna aanschaft. Maar als je het downloadt, kan je het gratis gebruiken voor de eerste 30 dagen. Dan moet ik even gaan kijken waar staan de downloads. Solutions. Even kijken hoor. Ja, Camtasia Studio voor Windows. Nou, dan klik ik aan Buy Now. Ik wil Camtasia Studio installeren, maar even kijken hoe dat. Dit is een versie die ik moet kopen, maar ik wil de trial versie hebben. Oh ja, ik keek er even overheen, hier staat free trial. Moet je hier een e-mailadres ingeven. Start Windows Download. Sign in for our newsletter. Moet ik weer even het e-mailadres ingeven. Even kijken, newsletters, subscribe. Do you want, de vraag die hier, do you want to run or save Camtasia? Ik sla het op met save.
En Camtasia wordt nu gedownload. Kijken, view downloads. Nou, het staat in de download folder. De download is klaar. Dan ga ik even uit de website. Op een of andere manier blijft hierin staan. Maar goed, hier ga ik even uit. En dan gaan we de installatie van Camtasia doen. Even hieruit. Zo. Even naar de download folder. Computers, downloads, Camtasia. Nou, ik start het even op. Druk op run. System requirements. Download nu Microsoft Net Framework, dat heeft hij nodig om mee te kunnen communiceren. En dat wordt automatisch nu gedownload. En die moet ik hier bevestigen. Ik ga nu verder met installatie van Microsoft.net. Even akkoord gaan met de voorwaarden. Install. Normaal, als je Windows hebt geïnstalleerd, staat dit er al op, Microsoft Net, maar in mijn geval niet. Dus dan moet ik dit nog even apart installeren, voordat ik verder kan met de installatie van Camtasia. De installatie van Microsoft Net is compleet. Finish. Het duurde even. Het duurde ongeveer 5 minuten. Ik had even de video op pauze gezet. Prepare to install. Ik ga weer verder met de installatie van Camtasia. Ja, en gaat verder met de installatie wizard.
Even kijken. Ik druk op next. Moet akkoord gaan met de voorwaarden. Next. Ja, je kan ervoor kiezen om. Even kijken hoor. Nou, ik klik de bovenste aan. Next. Ik laat die zo staan. Dat is een license voor Camtasia. Ik heb mijn 30 dagen evaluatie. Dat laat ik zo staan. Die andere optie is alleen als je het hebt gekocht en je hebt een activeringscode. Dus dit is de 30 dagen evaluatie. Next. Vraagt hier create a shortcut to Camtasia Studio 8 onder desktop. Install default library assets. Dit laat ik zo staan. Dit niet. Dit vink ik niet aan. Next. Nou, hij gaat door met het installeren. Ik zet even de video op pauze, want dit kan even duren. Nu vraagt hij toestemming om het programma te installeren. En dan gaat verder. En zoals je ziet gaat het vrij snel. Zo. Ik maak. Overigens, als ik met Ubuntu werk, dan kan ik met Record My Desktop, dat is ook een programma dat lijkt op Camtasia, hele mooie screen capture video's maken. Dus van mijn bureau, alle acties die ik op het bureaublad doe, dat neemt hij op. En de files van Record My Desktop kan ik dus met Camtasia lezen en bewerken. Nou, hij is bijna klaar. Het is geïnstalleerd. Druk op finish. Nou, dan kan ik hier ook uit. En hij start weer op met de browser, maar dat wil ik helemaal niet. Oké. Nou, bedankt voor het installeren. Nou, je hebt hier op de website van TechSmith kan je alles vinden over Camtasia, hoe je het moet gebruiken. En vanaf het begin tot werkelijk hele vergevorderde technieken die je kan doen met Camtasia wordt hier beschreven op deze website. En ja, neem het even op je gemak door, zou ik zeggen. Ik ga hier nu even uit. Even kijken en hiermee kan ik dus het icoontje van Camtasia kan ik dus aanklikken en als het goed is moet het programma opstarten. Nou, we gaan even kijken. Daar start op.
En dan kan ik meteen even een testje maken. Dan maak ik even een video van mijn beeldscherm. Nou, dit is een welkomscherm. Hier staat het aantal dagen wat ik nog over heb om Camtasia gratis te gebruiken. Druk op finish. Nu zie ik hier beneden een icoontje van Camtasia. Welcome to the new Camtasia studio. Oh. We encourage you to watch and play with this getting started project video. Nou, even opnieuw. Ik geloof dat ik het twee keer heb aangeklikt. Even kijken hoor. Nou, laat maar even een testje maken. Ik ga nu iets van het scherm af opnemen. Audio aan. Nou, hij start nu de opname, zeg maar. Hij begint nu met de opname. Dus ik maak nu een opname van het scherm met Camtasia. Even de browser openen. En ik ga even kijken naar de website nos.nl. Even kijken op het laatste journaal. Even kijken, televisie. Nee, doet hij niet. Wat is dat nou? Dit is de officiële website van de NOS. Nou. Nieuws. Ook niet. Dat is raar. Ook niet. Nou, ik weet niet wat hiermee aan de hand is, maar. Ik ga hier even uit. Nu.nl zijn. Nu.nl. Goed. Allerlei zaken op het nieuws. Akkoord voor cookies. Ik zit even te kijken of ik ergens een videootje kan vinden. Even kijken. Nou, maar goed. Ik ga hier weer uit. Uit de browser en ik stop nu de opname. Nou, dit is dus wat je hier ziet. Wat je hier ziet heb ik net opgenomen met de Camtasia. En ik wil. Ja, ik hoop dat je een beetje kan volgen. Ik ging hier dus naar de website van de NOS. En ik kreeg geen toegang tot het journaal. Zie je? Probeerde ik nog naar het nieuws te gaan. Dat ging ook niet. Dus daarna ben ik naar de andere website gegaan. En
nu.nl. En je ziet dat de opname goed is gegaan met Camtasia. Nou, hier wilde ik uit de website van de NOS. En ging naar de website nu.nl. Met een tikfoutje erbij. Weer lekker handig. Sorry, het had wat soepeler gekund, maar dit is de eerste opname van Camtasia die ik maak. En ik ben wel blij dat ik het nu onder mijn Linux-omgeving kan gebruiken. Weliswaar met een omweg via Windows 7, wat draait op VirtualBox, maar zoals je ziet, het werkt. Dus ik kan gewoon met Camtasia aan de gang. Nou, ik wil nu even het vuiltje zeven. Save and edit. Nou. Even kijken, dat doen we onder testopname. Zo. Zij slaat het op in de directory My Documents Camtasia Studio. En daar heb ik het opgenomen, vuiltje opgeslaan onder testopname. Nou, gaan we kijken of we dat kunnen bewerken. What size do you want your video to be? Nou, laten we daar maar een high resolution van maken. Keep aspect ratio, dan blijven de beeldverhoudingen gelijk. Achtergrondkleur kan ik kiezen. Druk op OK. Nou, dan kan ik hier even kijken. Een testopname heb ik hier. Ik wil even een iets voorzetten. Nou, dat doe ik hier. Dan wil ik eventjes vergroten zo. Nou, dit zet ik terug. Kijken wat er laat hij eerst het afbeeldingetje zien. Dit duurt wel heel erg lang, dat kan ik dan verkleinen zo. Moet ik dit hier naartoe schuiven. Even opnieuw. Out. Kijken of ze nog meer wat hebben we nog meer voor effecten. Tekst. Mag hierheen. Ja, ik ben een beetje aan het rommelen. Even kijken, moet ik dit? Die tekst is te klein. Moet ik iets groter maken, denk ik. En
weet niet of ik het feed in. En fade out. Zo. Eens kijken wat er van terecht gekomen is. Ik moet hier helemaal induiken, want het is een geweldig programma, Camtasia, maar voordat je alles eruit haalt wat erin zit, ben je wel even bezig met oefenen en leren. Even kijken, ik wil eventjes vanaf het begin kijk, gaat heel leuk. Fade in en fade uit. En dan gaat hij verder met de testopname die ik gemaakt heb. Ja. Dus al met al is dat. Even kijken, headphones. Zo. Nou, dat gaat allemaal goed. Dus ik zou zeggen, ja, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Ik ga er even uit. Even dit afsluiten. Zo, exit. Save changes, ja. Test 2. Goed. Nou, ik hoop dat je wat aan hebt gehad. En bedankt voor het kijken. En als je deze video leuk vindt, nou, geef het even door. Mail het even door of zet het op Facebook. Vertel even wat je van de video vindt. En bedankt voor het kijken.